Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door... Dus, de andere kant van de brommer hebben wij een achterbrug zitten van opnieuw EBR. En los van het feit dat ik super blij ben met deze brug, kwamen ik en Kopper CR Classics er eigenlijk al achter dat de achterbrug te dun is voor het achterwiel. Ja, ondanks dat het wiel, en ik heb hem hier, hij ligt net in de hoek, wat shot. Ondanks dat het wiel... Blauw duimpje omhoog. Ondanks dat het wiel helemaal niet zo heel erg dik is, zie je daar langs de zijkant het achtertandwiel best wel ver naar rechts zetten. In jouw geval links. Wat dus eigenlijk de enige optie was, opnieuw, in ons hoofd, was, we zien hier weer opnieuw punten zitten, namelijk 4 ophangingspunten. Nou, we zetten weer de slijptol erin. Nee, want zoals je kan zien hier, zit het lager echt direct aan de buitenkant. En ja, je kunt natuurlijk maar inkorten tot het punt waar ook daadwerkelijk iets zit wat voor het wiel wat betekent. Namelijk de lagers, want zonder de lagers ben je best wel de lul. Dus wat gaan we nu doen, zou je zeggen? Nou, we kunnen hem simpelweg gewoon niet inkorten. Tenzij wat lager dieper erin kan en dan heb je in principe je probleem gefixt. Dus wat ga je dan doen? Je gaat het andere aanpassen zodat het wel past. En dat is dus de achterbrug zelf. Dus wat ga ik doen? Ik ga de achterbrug verbreden. Ja, en hoe ga ik dat doen? Je zal het waarschijnlijk al wel gokken. Een lichtelijk beum, of course. Wat dan? Nou, heel simpel. Je hebt hier het eerste aansluitingspunt. Dit is de eerste aansluiting, in principe gewoon hetzelfde als de originele achterbrug. En die gaat naar buiten, naar de breedte in. En dan vervolgens zie je hier 2 enorme lastplekken. Eigenlijk best wel pittig, dik en beun gedaan. Maakt mij niet echt uit. Maar die 2 lastplekken, die ga ik dus wegslijpen. En vervolgens zet ik hem aan beide kanten een centimeter naar buiten. En las ik het weer vast. Dan zal je natuurlijk zeggen, Stijn, dan ben je pittig veel aansluiting kwijt in vergelijking met origineel. Ja, tegelijk is dit nogmaals een pug. En een pug heeft niet het... de power van mijn MT of nog meer. Daarnaast wil je het natuurlijk stabiel houden, dus mocht ik er direct achter komen dat dit niet stabiel is, kan ik natuurlijk altijd nog 2 extra stalen plaatjes lassen aan de buitenkant van de brug, want op dat moment hebben we daar dan natuurlijk 2 openingen zitten. Dat gaan we dus fixen en dat gaan we dus nu doen, want we gaan hem rollend maken, dus let's go. No time to lose. Dus, de achterbrug, en als ik hem ook zo vast heb, dit is toch ook gewoon tiny. Nou ja, jullie weten wat ik ga doen. Nou ziet het er niet verkeerd uit, behalve dan dat het natuurlijk nog moet worden afgebraamd. Nu zit hij enigszins vast, maar ik heb deze kant weer los. Eigenlijk zat hij heel goed vast. En moest ik eigenlijk nog alleen aan beide kanten gewoon extra platen maken, zodat hij dus gewoon weer stevig is.
Maar als ik hem recht overeind hou met de waterpas, en dan is het natuurlijk te hopen dat het plaatje zelf wel gewoon vlak of recht is. Kijk, dan zit hij niet recht. Terwijl als wij het wiel, want ja, ik gebruik natuurlijk meer. Het wiel ligt vrijwel recht. Dus in principe als ik dat punt gelijk maak met dit punt, dan zit alles, als het goed is, recht. Want ik heb hier allebei de kanten even ver vastzitten. Helemaal aan het einde en dan precies recht. Struggles. Dus, wat heb ik ondertussen gedaan? Ik heb de achterbrug gefixt. Want dat zag je net. Dus dat is best wel logisch eigenlijk. Alleen voor mij is het wat later, want ik heb het eerst vastgelast. Toen ging het niet. Toen heb ik het opnieuw vastgelast. Toen zat het wel. Alleen toen bleek dat het niet breed genoeg was. Dus wat had ik gedaan? Ik had het wiel met wat zooi aan beide kanten. Dus bussen aan deze kant. En aan deze kant een snelheidsmeter. Die toevallig de dikte is die ik nodig had om net zo breed hier uit te komen als hier uit te komen. En dan vervolgens met ringen dus te kijken dat die niet meer aanliep. En dat was de breedte die ik dus uiteindelijk nodig had op mijn achterbrug. En dat is dus dit. Ja, het is zoals gewoonlijk niet perfect. Ik heb het ondertussen al een beetje bijlopen werken, maar ja, het zit vast. Je ziet hier dat hij een klein beetje zeg maar omhoog gaat, maar dat zie je, dat zie je zeg maar hier ook als je, ja, je kan het een beetje slecht zien. Maar in ieder geval, ik heb zeg maar echt letterlijk wat ik heb gedaan met een as die ook recht was, geen kromme as. Dan ben je natuurlijk weer de lul. En dan vervolgens heb ik hem op zijn maximale stand gezet. Dus zeg maar hier gewoon echt aan beide kanten hier helemaal. En toen vervolgens heb ik dit plaatje weer waterpas gezet zo. Waardoor als ik dan dus deze twee stokken die dan omhoog gingen vastzette, ging ik weer kijken of ik hem waterpas had. Zo niet, dan sleep ik een van de twee kanten los. Net zolang totdat ik hem weer vastgelast had en dat hij precies waterpas stond. En toen heb ik de rest vervolgens met twee plaatjes aan beide kanten opgevuld. En ja, twee plaatjes er dus opgezet, want ja, hij is natuurlijk breder nu. En toen heb ik het weer vastgelast. Dus nu zit het eigenlijk, ja, ik weet niet, het kan een heel klein beetje buigen. Maar volgens mij, ja, kon ik dat ook met de originele. Want ja, zeg nou eerlijk, dit is sowieso echt totaal niet dik. Dit is gewoon origineel. Dus ja, ik weet niet, ik denk dat het goed is. Ik heb hem echt gewoon precies weer teruggebouwd naar zoals die was. Alleen hij is nu dus breder. Dus het achterwiel heeft natuurlijk sowieso een trommelrem. We zouden denk ik met wat aanpassingen op die achterbrug ook nog een schijf daar kunnen doen. Maar dat is best wel useless. Zoals je kan zien is deze trommelrem best wel op. Sterker nog, ik kan niet eens die hendel bewegen. Zo vast zit dit. Dus gaan we kijken in hoeverre ik dit allemaal nog los kan krijgen en heel kan houden. Ik voel dat die veer hier nog op zich wel gaan. Dus we gaan kijken of we daar iets mee kunnen doen. En dan vervolgens gewoon een nieuw setje erop kunnen pleuren. Om de boel in eerste instantie gewoon ervoor te zorgen dat die, nou ja, hopelijk weer draait, heb ik iets van, nou ja, wat lijkt op WD-40. In principe hoop ik dat ik het gewoon weer kan laten draaien. Dat is vooral de key. Zie je, die veer die werkt nog wel. Zoals je dus kan zien, dit is hoe die veren er eigenlijk uitzagen aan de andere kant ook. En dit is hoe ze nu al zijn, nadat ik er één keer overheen ging met een staalborstel en cleaner. Dus wees nooit bang om eerst te gaan checken of iets nog gewoon goed functioneert, want die veertjes hoef ik dus echt niet te vervangen. Dus, deze twee kunnen op zich wel weg, want ze hebben niet eens meer, hoe moet je dat dingen, de remblokken, heet het die gewoon remblokken? Die zitten er niet eens meer op. Ze zijn gewoon weg. Dus deze zijn gewoon done voor. Die kunnen de prullenbak in.
Yes, yes, yes. Ik ben echt even heel erg blij, want check dit. Ik heb veren gepakt en die veren die zaten serieus normaal gesproken om de uitlaat van mijn NSR vastgezet, mijn oude. Die heb ik gepakt. Vervolgens heb ik aan beide kanten een van de oogjes, zeg maar, heb ik, of aan een van, ja, aan een van de kanten heb ik, zeg maar, de oogjes, heb ik bij beide de andere kant op gedraaid. Want het rare is, bij Honda M trommelremmen moeten die remblokken dus zo worden geklemd. In plaats van ja, gewoon in het midden ergens met een klein veertje zoals origineel bij deze Kawasaki velgen zouden zitten. Maar deze blokken die passen dus ook hierop, gelukkig maar. En check dit. Eerst dacht ik, shit, het gaat niet, dat hij ging net niet. En toen in één keer deed ik... dik. En nu zit hij erin. En ja, het is nu gewoon echt, hij draait en ik knijp hem maar een klein beetje in. Hier. Holy moly. Dus deze remblokken gaan heel lang mee, als het goed is. In ieder geval gaan ze heel hard remmen kunnen voor een trommel. Want ja, dit is echt gewoon instant bang. Super chill, super 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 chill. Want ik was echt bang dat ik dat ging... ja, dat dat nog lastig ging worden, gezien ik dus echt niet wist wat voor blokken erin moesten. Die zit nu hier op de as. Dus die kan straks met deze erop erin. Dan is het achterwiel in principe qua montage helemaal klaar. Sick. Ik heb gewoon nul lagerspeling, echt helemaal niks. Maar ik heb zo'n klein voorgevoel dat als ik hier ook maar echt een kilometer of 10 mee rijd, dat die lagers echt zeggen, dikke doei. Want dit is echt gewoon, ja, weet ik veel. Ik denk dat die lagers gewoon 20 jaar stil hebben gelegen of zo. Ja, zo voelt het ook lichtelijk als je ze heen en weer haalt. Dus, maar goed, het rare is dus echt dat ik gewoon, ja, ik kan nu gewoon die hele brug pakken en er gewoon de andere kant op duwen. En ik heb... nul spelen, echt niks. Ziek, hè? En toch weer even mooi geklaard. Jullie beunhaas. Het dan mooi gedaan, of niet? Hoppa! Ja, ja, ja. Ja, ik zeg je eerlijk, dit was mij ook niet echt... Ik had niet verwacht, zeg maar, dat dit zo makkelijk zou gaan lukken. Er moet natuurlijk nog een achterband over die velg heen, maar als je nu ziet hoe, zeg maar, het achterspanbord loopt in vergelijking met hoe het achterwiel loopt, dan is dit gewoon perfect. En kaboom! Beam! Alles! Het zit gewoon perfect. Hij zit vast. Ik heb hem, ja, dus nogmaals zoals ik al dacht, daar weer... Oh, daar mee, kom op. Daar, ja, 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 kom op. Ja, ja, jij kan het. Kom op. Kom op. Die moet je hebben. Daar moet je scherp stellen. Kom op. Wat doe je nou? Ja. Goed. God. Ik heb er dus weer eentje vast moeten draaien met een moer. Die is dus doorgedraaid. De andere die zitten allemaal nog gewoon zoals het hoort. Ik krijg het even niet op film. Waar zijn jullie? Nou ja, daar zit er in ieder geval één. Anyway. Hij zit goed en als ik dus nu de paddock stand erop zet, dat is dan wel weer ideaal van het feit dat dit een klein stukje omhoog gaat en daardoor zijn rand zit. Want dan blijft hij gewoon op zijn plek zitten. Kan ik letterlijk met één vinger doen en hij staat. Nice. En check het uit. Nou, ja. Do I need to say anything else? Ik bedoel, dit is gewoon super. Die trommel die zit gewoon zo. Die trommel die klemmen we super makkelijk vast. Want hier zit namelijk gewoon een aansluiting en daar zit zijn aansluiting. Dus die kan dan vast. En dan hoefden we hier gewoon iets van, ja, een kabelconstructie maken. Gewoon aan de originele aansluiting. Zodat die gewoon, ja, naar boven kan komen ergens met zijn usable range. En dat dat ook gewoon echt precies werkt zoals het origineel zit. Maar ja, je hebt het spatbord en hij zit gewoon kaarsrecht, jongens. Dit is echt ziek. En hij zit gewoon aan beide kanten, zeg maar, helemaal naar achteren. Dus ik heb echt ook serieus gewoon niet gecheat van, oh, ik zet hem even scheef in die erin. Hier zit hij op zijn max. En daar zit hij op zijn max. Day 2. Hier hebben we dus nu de achterrem. Ja.
Dus heb jij nog tips voor mijn beunpraktijken of ik iets kan verbeteren, veranderen, in ieder geval mooier kan maken, misschien ook voor de RDW natuurlijk door die bok? Laat het even in de reacties hier beneden weten. Dan wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog als je dit gebeun toch wel heel erg tof vindt en het leuk vindt dat we weer een stapje verder zijn. Abonneer dan ook sowieso eventjes als je dat nog niet gedaan hebt en druk op het belletje, want dan krijg jij een melding wanneer er weer een video van dat ding hier in het donker, dit ding hier online is. Of als we een motor testen, of met dit rijden, of dat rijden. En als je een ABCC-rit wilt zien die ik ook rij, check mafketel-shop.nl/agenda. Want daar staan al mijn evenementen in die ik meedoe. Of organiseer. Met misschien dit ding. Die nu op dit moment geen carburateur heeft. Rip. Oké, dan zeg ik zoals altijd... Later!